Wij vragen altijd aan onze volgers van waarom zou je nou wel of niet op een bepaalde partij stemmen? Omdat we denken dat dat is precies waar je het over moet hebben, want dat is waarom mensen twijfelen. En hier zeiden mensen ook van ja, maar in hoeverre is dan ja 21 minder extremistisch? Omdat je zelf ook wel dingen hebt gezegd als bijvoorbeeld de term dobberneger of antisemitische tweets of dat je de Holocaust mag ontkennen van... Thierry zegt ook over dat soort dingen. Dat is een grapje of dat is provocatie. Maar wat is dan het verschil tussen jij en de 20 en Forum hierin? Nou kijk, het verschil is heel duidelijk. Bijvoorbeeld die dobberneger column. Mensen die daarmee komen, die hebben duidelijk die hele column niet gelezen. Oh, ik heb wel gelezen. Maar het is heel duidelijk als je dat leest. Van joh, weet je, die mensen willen allemaal hierheen. Ze hebben een punt. Ik zou het ook willen als ik er was. Maar het kan niet. En het gaat een keer fout. En we moeten iets doen. Dat is de strekking. En ja, dat is voor geen stijl. Dus dat je daar van bepaald taalgebruik bedient, dat zal wel. En hetzelfde met bepaalde tweets. Kijk, ik zou dat nu niet meer doen natuurlijk in mijn huidige rol. Maar ik was toen opiniemaker. Waarom niet? Als politicus heb je een ander register dan als columnist. Ik bedoel, jij praat tegen je vriendin ook anders dan tegen je moeder, mag ik hopen. Dus dat is een andere toonzetting. Maar als politicus had het ook anders kunnen zeggen, toch? Vind ik wel, maar je hebt daar ook een ander doel. Kijk, en ik heb die dingen open en bloot gezegd. Niet stiekem in een appgroepje, terwijl ik gewoon al voor Bond en voor weet ik veel op televisie en in kranten publiceerde. Dus helemaal niks geheim. Dus dat aan. Is dan het verschil, dat het bij en hem ik heb lekt die context uit, ook en heel. Bij jou is ja, het... maar je kan het ook teruglezen. Ik heb het ook aan het Nieuw Israëlitisch Weekblad heel duidelijk uitgelegd. Want die wil natuurlijk ook wel eens weten van goh, hè? Nou, ik heb daarin niks te verbergen. Dat is bijvoorbeeld een van die aanleidingen was een discussie over of je het boek Mein Kampf zou moeten verbieden. Nou, ik ben het absoluut niet eens met dat ding en ik heb het ook niet eens gelezen en die hele, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal, maar moet je het verbieden? Nou, daar kun je een discussie over hebben en in die, dus daar is verder niet zoveel geheimzinnigs aan. Ik heb zeker nog ook die Twitterberichten bewust, toen wij voor Amsterdam campagne gingen voeren, bewust niet gedelete. Ik had het snel weg kunnen halen, maar ja, dan krijg je helemaal zo'n sfeertje. Dus nee, kijk, dat is het hele punt van onze partij. Wij zijn wel rechts en misschien vinden mensen het heel discriminerend dat wij zeggen, we willen veel meer grenscontrole, we willen die islam een beetje in de smiezen houden. Maar er zit niks onder de oppervlakte of er zit niks raars of antidemocratisch bij. Het is gewoon een vrij rechtse partij. Maar alles natuurlijk wel, gewoon binnen de grondwet, met eerlijke, normale mensen. Geen complotdenken, daar houden wij ook niet zo van. He, want het gaat natuurlijk niet alleen daarover. Je hebt het ook over klimaat, over corona. Ja, wij volgen wel de wetenschap. Wat zijn nou de drie grootste inhoudelijke verschillen tussen Forum? Puur inhoudelijk. Kijk, een partij is natuurlijk altijd meer dan de letter van zijn programma. Hè? Want het, ja, goed. Maar puur inhoudelijk bijvoorbeeld, wij zijn niet voor absoluut een nexit. We willen een referendum over de euromunt, maar we gaan niet zeggen, oh, we snijden nu al die banden af. En dat willen Nederlanders volgens mij ook helemaal niet. Was er ook discussie over binnen Forum over die nexit? Nou goed, daar... Want blijkbaar is een hele nieuwe partij opgericht die dus geen nexit wil, maar wel bijna hetzelfde is als Forum, toch? Waarom nou, is dat is geen niet het enige verschil. Kijk, wij hebben ook bijvoorbeeld de corona-aanpak, staan we ook echt heel anders in. Wij geloven niet dat het maar een griepje is. En wij staan ook totaal niet zo wantrouwen tegenover de instanties en tegenover het concept vaccineren bijvoorbeeld. Klimaat, idem dito. Je zult bij jou in de 20 niemand horen beweren dat het allemaal een soort internationaal angstcomplot is. Of weet ik veel. Ik denk dat die cijfers vrij duidelijk zijn. Alleen wij zeggen wel, je moet daar niet op reageren zoals de VVD tot en met GroenLinks daarop reageren. Dus wat ons betreft is de aanpak wel anders. Wees het te slim, die meneer. Nou ja, goed. En wat betreft de PVV, kijk, wij zijn ook heel islamkritisch. Maar wat ons daar weer van onderscheidt, is wij houden wel de grondwet aan. Dus wij vinden niet dat je de islam moet verbieden of moskeeën moet sluiten of de Koran moet verbieden. Ik ben het niet eens met wat daar in die Koran staat. Maar ja, goed, als je alles moet gaan verbieden waar je het niet mee eens bent, dan is het bijna een beetje Taliban gedrag. En natuurlijk huisvesting, woningbouw is een enorm punt in ons programma. Dat is natuurlijk niet alleen voor jongeren, maar nu wel heel belangrijk. Jongeren zitten nu wel
ongelooflijk in de verdrukking. Ik heb zelf 2 dochters van begin 20. Wij wonen in Amsterdam. Nou ja, breek me de bek niet open. Mm. Dat is dan nog een persoonlijke situatie. Hè, maar het is echt heel ernstig. Ik bedoel, jongeren zijn enorm ten prooi aan uitbuiting, aan huisjesmelkers. Maar kunnen ook echt niet door met hun leven. Ook als je klaar bent met studeren. Ik denk dat het best een goed idee is om bijvoorbeeld kinderen krijgen niet heel lang uit te stellen. Zeg ik, terwijl ik op mijn 43ste nog een baby kreeg, maar dat terzijde. Maar als jij nergens kan wonen, ik zou ook geen kind willen als ik nog bij mijn ouders op zolder zat. Maar ja, hoe moet je dan met elkaar een gezin vormen op den duur? Ja, want jouw 21, dat vonden wij wel iets leuks uit het partijprogramma, wil een nieuwe stad bouwen om woningtekort tegen te gaan. Ik heb echt, als ik dat hoor, heb ik zoveel vragen van... Eerdmans City. Nee. Nee, dat, daar zijn we nog niet. Nee, kijk, dat is echt zo'n durf te dromen punt. Ja. Hè? We gaan natuurlijk niet morgen de eerste paal in de grond slaan. Dat zouden we wel willen, maar... Ja. Maar je moet echt zo'n visiestuk, ik vind dat gedurfd. De hele bouw stagneert onder meer door allerlei stikstof- en klimaatregels. Ja, ik heb een huis, ik heb er geen last van, maar jullie wel. Er gaan honderden miljarden naar ineffectieve onzin. Kijk, vinden wij een schoon milieu belangrijk? Ja. Maar we moeten ook realistisch zijn. Wij gaan als Nederland niet de temperatuur in de wereld veranderen. Ik ontken niet dat het gebeurt, dat het klimaat beïnvloed wordt door menselijke activiteit. Maar wat kun je eraan doen? En daar is best veel consensus over. Ja, dat is ook best wel makkelijk te zeggen. Want natuurlijk, Nederland is een klein land. Dat zeggen we altijd als het ons uitkomt. Maar als Nederland gaat zeggen, wij stoppen met onze verzetten tegen klimaatverandering, dan kan je ook niet als de EU een geloofwaardige vuist maken tegen de grote vervuilers zoals China, India. Nou ja, dat zie ik ze nu ook niet doen. Ik zie nu de EU ook alleen maar de eigen bevolking lastigvallen met miljarden verslindende onzin. Ja. En we zijn helemaal niet tegen alternatieve energiebronnen. Maar kijk dan eens naar kernenergie. Dat vind ik heel realistisch. Daar kun je ongelooflijk veel energie mee opwekken. Wat ook nog eens beter is. Ik zeg niet dat je helemaal niks mag doen wat goed voor het klimaat is. Alleen dat die windparken, die zonnepanelen, die aardgasvrije, die route is echt desastreus. Dat kost echt heel erg veel geld voor heel weinig winst, voor heel weinig dat probleem oplossen. Oké, nou we moeten bijna stoppen. Dan nog even de 2 laatste vragen die we altijd stellen. Ja, ja. Dus, jammer. We vragen altijd, wat is nou die ene prioriteit? En we hebben het al eerder over gehad. Ja, 21, een van de voordelen misschien van die partij, als je dat zou willen stemmen, is dat ze niet bij voorbaat worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld PVV en Forum. Dus als jullie aan die coalitieonderhandelingtafel komen, wat is de ene maatregel die jullie willen doorvoeren? Oh, dat is best een goede vraag. Want het moet er één zijn. Want we zijn natuurlijk een kleine partij. Komen net in de Kamer. Zoveel gewicht heb je dan nog niet. Ik denk dat controle over onze eigen grenzen en alles wat daarmee samenhangt, dat echt heel belangrijk is. Het speerpunt. Dat grijpt in woningvoorraad, in belasting. Dat grijpt in zoveel dingen in ons leven in. Die immigratie. Dus controle over onze eigen grenzen is echt... Echt heel belangrijk. En dat roept Rutte ook al jaren. Hè? Maar die doet het niet. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar elkaar wel kunnen vinden als we met het CDA en VVD gaan praten. Yeah. En dan hoeven ze niet naar GroenLinks of naar D66 die dan weer zegt, nee, zielig, alles openhouden. Dus, moet u natuurlijk wel voldoende zetels halen. Dus dat is de allerlaatste dat vraag. Dat is aan jullie. Hoeveel zetels denkt u dat jaar 21 denk ik of wil ik? Nou, allebei dan. Allebei. Ah ja, dat vind ik altijd zo'n lastige vraag. Ik, als u te ver vanaf zit, dan maakt u kans op de gebrek aan zelfkennis award. Dat is een beetje de catch altijd. Ja, precies. Kijk, we staan er nu heel goed voor in de peilingen. Maar ik vind het goed, hè, als je als nieuwe partij op 3 zetels staat. Ik zou er echt... ik denk dat we daar ook wel kans op maken. 3 zetels.